voetballen, shirts, sportbroekjes en sokken is de donatie die de voetballende jongens van Apatina eerder deze week in ontvangst mochten nemen van de KNVB. Deze donatie is tot stand gekomen door tussenkomst van de backlot. Namens de KNVB overhandigde Johan van Gein de spullen aan Arnold Arupa, schoolleider van het dorp Apatina. Van Gein zegt dat de geste een uitvloeisel van de hulp is die de Koninklijke Voetbalbond zoveel mogelijk geeft aan het Surinaams voetbal. En als er aanvragen binnenkomen om bijvoorbeeld wat Henna bij ons deed voor Apatina, met de jeugd daar en met het voetbal. De mensen hebben daar niet zo heel veel. Ja, dan zijn wij gewoon heel erg blij als we materialen hebben, dat wij die aan ze kunnen schenken. Wat de KNVB doet, wij krijgen in Nederland ontzettend veel materialen voor onze nationale teams. We hebben een hele goede sponsor met Nike. Maar elk jaar of elke twee jaar komt er weer een nieuwe lijn uit. En dan maakt de KNVB die gebruikte kleding, of datgene wat over is uit het magazijn, maken ze op via het World Coaches programma. Dat doneren wij onder andere aan Suriname, maar ook aan Aruba, Curaçao en Bonaire. En wordt gebruikt in onze cursussen. Dus dat doen we graag. En voor een afgelegen community waar voetbal het tijdverdrijf is, werk je daar graag aan mee. Wayana-Indianen zijn goede sporters, zegt Arupa. De takken van sport waar zij aan deelnemen zijn voetbal, slagbal en volleybal. Elke middag wordt er een potje gevoetbald. Aruba zegt er blij te zijn met zoveel materiaal, aangezien het een van de grootste wensen van de Wayana-Indianen is. Er is nu zelfs een sportvereniging waarin ook vrouwen participeren. Vooral bij hoogtijdagen, dan zijn er een heleboel sportactiviteiten in het dorp of buiten het dorp. En altijd was het bijvoorbeeld afgelopen dag der inheemse op 9 augustus zijn de Wayana jongeren zijn vanuit Apatina gevaren in 2 dagen naar Palemeu. Hebben ze een Copa toernooi, Copa van inheemse dag. En dan varen ze dan 2 dagen ernaartoe, maar hebben ze geen tenue en geen voetbalschoenen. En gelukkig dat Henna Draaibaar, die bij ons in Apatina was, die heeft het gezien. En die zei van, ik ga kijken of ik jullie kan helpen. Dus toen kreeg ik het telefoontje van, kom snel, ik heb wat voor je. En wat wij vandaag hebben gekregen, zoals je daarnet hebt gezien, is boven verwachting. We hadden niet gedroomd om zulke mooie spullen, nieuwe spullen, erg bruikbaar, dat we die zouden krijgen. Dus dat hebben we niet verwacht. Dus het is echt, het is beyond our imagination. Aldus Arnold Arupa, schoolleider van het dorp Apatina. De inheemse van het dorp zijn eerder deze week verblijd met een donatie aan sportmateriaal van de KNVB en de backlot.